Vincent, we zijn hier bij in B Amsterdam. Je bent een van de founders van Yungo. Ja. We hebben elkaar al een tijd geleden gesproken toen met het kofferinterview. We hebben elkaar via Skype geïnterviewd. Even heel kort, wat is Yungo? Het is inderdaad weer een tijdje geleden dat we elkaar, volgens mij eind vorig jaar. Ja. Yungo is, het is eigenlijk komt uit Latijn, het betekent ik verbind. En dat is ook wat we willen doen. Dus wij verbinden mensen met elkaar en eigenlijk huizenkopers met investeerders. Ze noemen het eigenlijk de peer-to-peer hypotheek. Peer-to-peer platform waar mensen elkaar kunnen financieren. Eigenlijk een alternatief voor een hypotheek bij de bank. En wordt het volledige bedrag peer-to-peer gefinancierd? Of hoe gaat het? Nee. 20% van je hypotheek kun je financieren via de crowd. En daarmee kun je hypotheek een stukje goedkoper maken. Oké, als je kijkt naar het proces die we de laatste keer met elkaar spraken, toen waren we druk bezig met vergunningen, met allemaal partnership. Want ja, in ieder geval start-ups en fintech is vaak de uitdaging is vaak, ja, hoe ga je snelheid maken omdat je ook natuurlijk wat reguleringen met te maken hebt. Ja. Wat zijn eigenlijk de stappen geweest die je eigenlijk sinds toen hebt genomen? Nou ja, om je wat idee te geven, toen we elkaar de laatste keer spraken, was het echt gewoon nog een idee. Het was een heel goed idee. Maar het was ook nog wel een idee met waar heel veel nog uitgewerkt moest worden. We waren er wellicht ook een beetje naïef in, althans laat ik het mezelf spreken, ik was er een beetje naïef in. Ik dacht, nou, het is gewoon beginnen en dat is, er blijken inderdaad heel veel dingen te zijn die je gewoon moet regelen, die je moet doen voordat je echt aan de slag komt. Wat we ondertussen hebben gedaan in die tijd, tot aan nu, is we hebben een heel platform gebouwd. Ondertussen het hele technische platform staat, mensen kunnen zich aanmelden, kunnen campagnes maken, kunnen investeren. We hebben alle processen hebben uitgewerkt. We hebben alle documentatie hebben moeten schrijven. Last but not least hebben we natuurlijk ook een vergunning bij de AFM aan moeten vragen. Nou, dat is wel een heel belangrijk punt. Is best lang traject geweest, omdat het is een nieuw product. Dus de AFM zoekt heel erg in welk hokje je geplaatst moet worden. Maar uiteindelijk zijn we tot een goede samenwerking gekomen en drumroll, het is van gisteravond hebben we de vergunning gekregen. Kijk. Dat is voor ons echt een ongelofelijke mijlpaal en daar zijn we heel erg blij mee. Ja, gefeliciteerd. Dankjewel. En een mooie en belangrijke en ook eigenlijk cruciale mijlpaal. Absoluut. Vergunningen komen er gewoon niet. Nee, je moet, het is gewoon een hele gereguleerde markt, dus je moet een vergunning hebben. Ja. We zijn heel blij dat dat gelukt is. Ja. Wat zijn de belangrijkste lessen geweest in dat traject van die vergunning? Want bijvoorbeeld er ook best veel ondernemers zijn die soortgelijke ambities hebben, maar daar heel erg tegenop kijken. Is dat terecht? En zo ja, wat zijn de belangrijkste lessen die je hebt getrokken uit het traject? Een aantal dingen. Je moet je zaken gewoon echt goed op orde hebben. Heel belangrijk. Dus zorg dat je weet waarover je het hebt. We hebben ons ook bij laten staan door adviseurs. En dat is cruciaal. Er zijn te veel dingen die je als ambitieuze startende ondernemer, zeker als je niet uit die wereld komt, gewoon niet kan overzien of niet kent. Dus dat is voor ons echt een belangrijke les geweest. Ook gewoon in contact treden met de AFM. De AFM en de DNB hebben onlangs ook aangekondigd dat ze meer met start-ups in discussie willen gaan, dat ze dat meer willen stimuleren. Ja, grijp die kans aan, ga zo vroeg mogelijk met ze in gesprek. Zorg dat je alvast helderheid krijgt. Want zeker in de markt waarin wij opereren is niet altijd alles bekend. Dus je probeert de grens op te zoeken, je zoekt af en toe net wat andere mogelijkheden. Dat betekent dat je ze ook met de AFM in overleg moet. Hoe past dat binnen de bestaande wetgevende kaders? Ja, want in ieder geval, stap 1, in welk hokje pas je? Ik denk dat daar al de eerste uitdaging lag. Ja, want er is geen hokje voor een people-to-people hypotheek. Die bestaat niet. Nee, dus dan heb je volgens mij, ben je een hypotheekbedrijf of ben je een crowdfunding platform? Dus je hebt heel veel verschillende, het is eigenlijk een beetje als een kind zeg maar met zo'n, je voelt van het speelgoed, van die had je zo'n vierkantje en een rondje en die moest je dan ergens instoppen. Nou, wij zijn dan net het figuurtje wat nergens inpast. Ja. Dat is een beetje, en vervolgens moet je gewoon met ze in gesprek gaan. Wat vinden jullie nou belangrijk? Zij zeggen, zij staan voor het consumentenbelang. Nou, vinden wij ook heel belangrijk. Dus eigenlijk, we zitten allebei aan dezelfde kant van de tafel, je wilt hetzelfde bereiken. Dus je gaat gewoon met ze in gesprek. Ja, hoe gaan we dat dan doen? Ja. En dat, uiteindelijk. Want het is gewoon een lang traject, maar uiteindelijk kom je eruit als je gewoon zorgt dat je het goed onderbouwt, weet waarover je het hebt en gewoon een goed plan hebt. En heb je ook nog trucjes om dat proces te versnellen, die je zelf bereikt of die je misschien achteraf dacht, misschien hadden we dat wat kunnen toepassen? I wish. Nee, het enige wat wij niet hebben gedaan is, er is een wettelijke termijn van 13 weken.
Daarbinnen moet de AFM reageren. Dat is bij ons is die termijn voorbij gegaan. Dan kun je de AFM in gebreken stellen. Misschien dat dat het proces versnelt. Wij hebben ervoor gekozen om dat niet te doen, omdat we graag ook een goede gesprekspartner willen zijn en blijven. Ja. En die relatie ook belangrijk vinden. Ja, dus die relatie blijft belangrijk. Want uiteindelijk, als je niet in het in een hokje past, dan heb je gewoon een medewerker nodig van de mensen om uiteindelijk tot een alternatief te komen. Ja, wat ik zeg, we zitten allebei aan dezelfde kant van de tafel. Dus we willen hetzelfde. We willen inderdaad gewoon, je kunt hoogstens een verschil van inzicht hebben over hoe je de consument moet beschermen. Ja. Maar uiteindelijk willen we wel allebei hetzelfde brengen. Ja, en kijken naar je model. Je hebt 80% komt vanuit traditionele partijen, 20% komt vanuit de crowd. Ja. Laten we eerst bij de crowd beginnen. Is dat 20%, is dat een vast percentage? Of is dat flexibel? Bij aanvang, wij volgen de Lean Startup methode. Eric Ries, jou ongetwijfeld niet onbekend. We hebben gezegd, bij aanvang kiezen we voor een product waarbij we inderdaad hebben gezegd 80% en 20%, crowd kan voor 20% meedoen. En we richten ons daarbij ook specifiek op starters op de woningmarkt, millennials. En dat is in ieder geval hoe we gaan beginnen. In de toekomst kun je er natuurlijk gewoon veel meer in gaan variëren. Dat zou ook 70-30 kunnen zijn. Het kan allerlei verschillende verhoudingen zijn. Ja. We hebben ervoor gekozen om met een simpel product te beginnen. Ja, en het rendement. Ik kan me voorstellen dat die 80% een lager rendement waarschijnlijk ook eerst pandrift heeft. Ja. En die 20% nu meer risico en hoger rendement. Op basis waarvan bepaal je dat percentage voor die 20%? Je kijkt eigenlijk naar wat de markt zeg maar vraagt voor die risico-rendementsverhouding, zoals het dan heet. En dan zie je dat op de bovenste 20% kunnen wij een rendement bieden. Van zo'n 3,5% met een looptijd van 7,5 jaar voor de crowd. Als je dat verhoudt met het risico wat je daarvoor loopt, is dat echt een heel goed rendement. En we hebben daarnaast, en dat is iets wat heel uniek is, dat heeft geen enkel crowdfunding platform, maar we geloven dat het wel de essentie is. Wij creëren met ons platform een portefeuille risico voor iedereen. Met crowdfunding heb je namelijk een soort van loterij. Ik investeer in één project. Als dat misgaat, ben ik al mijn geld kwijt. Wij zeggen, het risico in de huizenmarkt is heel erg klein, maar als mijn huis, als degene de huizenkoper waar ik in geïnvesteerd heb, niet meer betaalt, ben ik al mijn geld kwijt. Dan kun je gaan spreiden, moet je heel veel spreiden. Wij hebben eigenlijk een soort garantievermogen ingebouwd, waardoor we gezamenlijk het risico over alle investeringen dragen. Mm-hmm. En wat betekent dat concreet? Dat betekent, als je ons investeert, krijg je een periode van 7,5 jaar, zo'n beetje 3,5% met een betalingsgarantie. Dus je weet gewoon zeker dat je je geld terugkrijgt. Ja. En dat is uniek, dat doet niemand. Ja. Ik kan me voorstellen dat je binnen dat crowd natuurlijk eigenlijk twee partijen hebt. Enerzijds de bekenden die via de hypotheekvrager binnenkomen. Het echt traditionele crowdfunding. En ook waarschijnlijk gewoon beleggers of mensen die gewoon wat geld op de bank hebben staan waar het niet voor krijgen. Bereid je iets meer risico te nemen? Of als jij zegt eigenlijk geen risico te nemen, maar in ieder geval daar anders tegenaan te kijken en die gewoon zeggen, goh, weet je wat Vincent, ik heb voor 2 ton, zoek maar uit in welk huis, want waar we eigenlijk niet uit bij wie dat terecht komt. Ja, dat zijn eigenlijk twee verschillende, je hebt inderdaad mensen uit je eigen bekende kring die investeren. We hebben bij aanvang, en dat is weer een beetje MVP, selecteer je echt specifiek de huizen waarin je wil investeren, moet je ook echt handmatig doen. In de toekomst zien we veel meer dat je straks ook, wat je noemt eigenlijk rule-based investeren gaat doen. Dat ik zeg, ik heb gewoon wat geld en ik wil misschien wel aangeven dat het naar starters in Amsterdam-West moet of dat, kun je allerlei dingen, misschien dat je zegt, ik wil er voor ZZP'ers en misschien wel ZZP'ers een bepaalde doelgroep, want daar heb ik wat mee, maar dat je op die manier automatisch kan investeren. Ja. Dus dat je niet meer per se iedere keer handmatig moet selecteren, maar dat we dat automatisch voor je gaan doen, dus we je eigenlijk gaan helpen met investeren. Ja, ik kan me voorstellen dat ook veel mensen een drempel verlaten, zeker, en dan kun je uiteindelijk misschien zelf dat stuk percentage zelfs ook veel groter maken, uiteraard in die gewenst en dan de rendementen ook interessant blijven. Nou ja, zeker. En waar ik het ook heel leuk voor vind, we zijn nu bijvoorbeeld ook in gesprek met het Nibud, omdat millennials, de jongere generatie, die moet eigenlijk nu gaan sparen voor hun eigen huis. Nou, het schijnt dat 88% van de jongeren die weet dat ze moeten sparen voor hun eigen huis, maar de meesten doen het nog niet. Mm-hmm. Dus wat je eigenlijk wil stimuleren is dat ze nu alvast gaan sparen voor hun eigen huis straks. En ik zie met ons platform kun je een mooi stukje een beetje circular economy gaan creëren. Dat investeer nu in het huis van iemand anders, zodat je straks wat spaargeld hebt voor je eigen huis. Ja. Nou, dat zou een heel mooi rondje kunnen zijn. Ja. En dan zou het helemaal interessant zijn als ik zeg,
Ik hoef niet 1000 of 2000 of 5000 euro te investeren, maar ik investeer bijvoorbeeld 50 euro in de maand. Ja. En wij zorgen automatisch dat volgens jouw profiel of jouw voorkeuren automatisch verdeeld wordt over al die huizen. Ja. Ja. Ja, en dan krijg je, bijvoorbeeld het is geen spaarrekening, maar je krijgt wel een model waarin je dus structureel iedere maand een beetje in kan leggen. Ja, maar het geld komt dan pas na 7 jaar vrij. Je krijgt investering, krijg je lineair terug. Dus je hebt na 7,5 jaar heb je alles terug, maar wat is het, 3,75 jaar heb jij de helft van je geld alweer terug. Ja, okay. Dus je krijgt een continu weer een geldstroom terug en die kun je weer opnieuw gaan investeren. Ja. Of die kun je gewoon uitgeven aan iets leuks. Top. Dan nu even kijken, ook vanuit de consument, wat je zei, ook AWM en jullie hebben natuurlijk ook alle twee die consumenten degene die het geld nodig heeft, ook hoog op de lijst staan. Want daar draait natuurlijk ook qua risico's. En qua duurzaamheid van het model. Stel bijvoorbeeld ik koop een huis, ik wil voor jullie hypotheek, maar ik moet wel binnen 5 weken moet ik die hypotheek rond hebben. Ik moet gaan crowdfunden, hoe los je dat op? Dit is een probleem wat je als je traditioneel crowdfunding doet, wat je hebt. Het punt is namelijk, je hebt een koopcontract, ik weet je hebt net een huis gekocht, dus je hebt een koopcontract getekend, daar zit een financieringsbeding in. Je hebt een kort tijd om je financiering te regelen. Kortom, je wil niet wachten 30, 40 dagen tot het je crowdfundingcampagne gelukt is. Of niet. En vervolgens moet je je huis afbellen. Met pech moet je 10% boete betalen. Nou, dat is echt kloten. Daar kun je niemand aan doen. Dus wat wij hebben gezegd is, wij garanderen upfront je hypotheek. Dus wij hebben gewoon, als je door ons hypotheekproces heen komt, krijg jij van ons gewoon die hypotheek. En pas daarna begin je met je crowdfundingcampagne. Dus we zeggen, je krijgt hem sowieso. Alleen als de crowd ook aan boord komt, wordt die goedkoop. Ja. En die toetsingsperiode, hoe lang is dat bij jullie? Verwacht je te gaan zijn als jullie gaan plaatsen? Nog live? Dat is wat moeilijk inschatten. Kijk, ik streef natuurlijk gewoon naar om dat binnen 24 uur te doen. Zeker aan het begin zullen we daar gewoon ook best wel wat mankracht aan kwijt zijn. Omdat je toch je begint iets nieuws op te bouwen. Maar we willen toen we doen sowieso alles digitaal. Alles digitaal aanleveren. Je wil zoveel mogelijk zo geautomatiseerd inlezen. Dus al vrij snel willen we toen net dat het eigenlijk, idealiter, real-time. Ja. Zal bij aanvang niet het geval zijn. Maar wat je absoluut niet wil, is wat je bij sommige partijen nog hebt, dat je weken moet wachten. Ja. Niet acceptabel, kan niet meer. Ja. Gaan we niet doen. Ja. En hoe ga je ervoor zorgen? Want ik heb het net recent zei en ik weet dat ze een huis gekocht. Ik heb helaas waar je niet lijkt, want anders had ik jullie uiteraard gebruikt. Maar ik heb nu via een traditionele partij het gebruikt. Daar behoorlijk verwonderd in hoe partijen, vrienden gesproken, heel erg goed in processen denken, maar niet in de mens denken. Ja. Hoe ga je verschil maken met die markt die naar mijn beleving echt gewoon rijp is om gewoon wakker geschud te worden? Echt gewoon alsjeblieft, doe dat. Maar hoe ga je dat verschil maken? Het kunnen de simpelste dingen zijn. Laat iemand bijvoorbeeld sowieso weten wat de status is. Gewoon status-update, wanneer moet er iets gebeuren, wanneer kun je iets wachten, wanneer hebben wij iets voor jou gedaan. Dat is prettig om te weten, heel vaak mist dat contact. En kom je er op ongelukkige momenten achter dat er dingen niet geregeld zijn, dingen die je misschien had willen weten. Dus zorg gewoon dat je echt met die klant in contact brengt, dat je van alles duidelijk maakt waar die staat. En doe dat ook in normale mensentaal en niet in een heel technisch onbegrijpelijk verhaal. Daarnaast zorg ook dat je bijvoorbeeld, je moet documenten aanleveren, je zult bepaalde gegevens aan moeten leveren. Ik denk dat iedereen dat wel begrijpt. Iedereen begrijpt dat je niet zomaar een lening kan krijgen. Maar zorg wel dat het gewoon helder is. Waar vind je die informatie? Wat hebben we precies van je nodig? Hoe moet je het aanleveren? Zodat je het in één keer goed aanlevert. Dat je er gewoon één keer voor kan gaan zitten. Dan ben je een half uurtje ben je bezig om al je documenten online hier en daar vandaan te vissen. Te uploaden. En dan is het ook gedaan. Ja. En niet wat je nu vaak ziet. Pingpongen heen en weer. Nee, het is toch niet goed. Mag het nog anders? Ja, die ervaring deed ik. Dat is echt onbegrijpelijk. Ik denk ook misschien wel interessant om te gaan kijken uiteindelijk of je, zeker als je al heel erg effectief bij de real-time die belofte kunt maken, of je ook een soort van pre-screening kunt doen. Oftewel, als je dus gaat kijken naar een huis, dat je eigenlijk voordat je gaat bieden al weet, ik ga dit hypotheek krijgen, waardoor je gewoon veel geruster en maar ook veel gerichter in die markt kunt gaan als huisbezoeker. Ja, vind ik een waanzinnig mooi idee. Nou, om inderdaad gewoon iets verder te gaan dan alleen de maximale hypotheekberekening. Maar echt ook daadwerkelijk de hele screening al gedaan te hebben, zodat je het zeker weet. Ja, precies. Want dat is onzeker in ieder geval, want in ons huis is nu gekocht.
door partijen, door twee mensen, zonder financiële voorwaarden. Nou, dat is een risico. Behalve als je van tevoren echt zeker weet, oké, maar dat, of bijna goed, dus zeker weet, dat je het sowieso rond gaat krijgen. Ik denk ook ja, dat dashboard heel belangrijk is. Want uiteindelijk denk ik dat heel veel partijen eigenlijk onderschatten wat de impact is van hypotheekaanvraag op het individu die het niet daaruit doet. Voor een afstand is het dagelijkse kost, maar voor de gemiddelde consumenten is het ongeveer één keer in de 10, 15, 20 jaar. Precies. Gewoon die communicatie, hoe simpel het ook klinkt, maar op een of andere manier blijkt het toch lastig te integreren zijn. Die communicatie toch stevig gaat neerzetten. Nee, tuurlijk. Maar dat is zo belangrijk. Echt dat contact met die klant geruststellen. Het zijn de simpelste dingen. Op het moment dat geld over is gemaakt naar de notaris, even een bericht. Goh, we hebben het geld voor je overgemaakt. Veel plezier met tekenen morgen. Ja. Gewoon dat soort kleine dingetjes maken al het verschil. Ja, communicatie en het menselijke factor. Ja. Ja. Wat zijn nu nog de building blocks die nu nog ontbreken of nog niet definitief zijn voordat jullie kunnen gaan knallen? Nou, dat is eigenlijk, we zijn nu, ik noem het wel eens wat gekscherend. Het is gewoon een machine die staat klaar. Het enige wat je moet doen is geld erin gooien en dan gaat die lopen. Dus er moet geld in. Er moet geld in. Dat is nu het. We hopen op hele korte termijn bekend kunnen maken dat we ook contact hebben met een financier en dat we daadwerkelijk van start kunnen gaan. Ja, en financier moet dan nu in ieder geval die 80%. De 80% van de hypotheek. Ja, oké, tof. Dus dat is waar we staan. Dat loopt in elkaar al. Dat loopt achter de schermen al een heel aardig tijdje. Ja, zo moet ik wel. Ja, tof. Oké. Hey, gefeliciteerd met je AFM. Dankjewel. Dankjewel. Mooie mijlpaal. En we spreken elkaar over een half jaar als je weer kijken waar je dan staat. Zeker, leuk om weer te spreken.